Hallo dames, heren en heertjes, meneertjes. Welkom bij onze nieuwe vlog. We hebben hier geschilderd. Een nieuw verfje in onze studio. Iets meer zuiders. Ook al wordt het winter, iets zuiders. Jente, wat gaan we vandaag doen? Vandaag... Ja, jij schrijft scenario's, hè. Wacht. Ja, iets mee komen eten. Ja, komen eten. Komen stelen heet het. Ja. Zoals je bovenaan maar, Michael, als bij de titel kunt. Als je het zuiders wil hebben, dan kun je het dicht beter zoelen horen. Ja, sfeervol. Sfeervol. Ja. Iets met komen stelen. We gaan onszelf ook douchen met lucht in plaats van water. Dat noemt gek geniaal tegenwoordig op tv. Maandag, bij man met hond. Om 7:45. Ja. En de reden waarom dat Michiel nu alles aan het zeggen is omdat ik te veel zeg. Oh. Ja. Dat vind ik niet erg. Ik wel. Nee, ik ook niet. Waarom doe je het dan? Kijk maar. Is het weer vandaag? Moment toch, het is weer niet vandaag, hè? Mijn gestolen humor. Vandaag zijn er twee gasten te gast bij Michiel. En ja, Michiel gaat ervoor koken. Oei oei, snel Michiel, want daar komt onze eerste gast aan. Hij noemt Ludo. Omdat het in bepaalde landen een traditie is, probeert Ludo hier ook in te breken. Ah, Ludo. Ah, kom wel. Ja, Ludo is wel en weer opgevangen, tot onze tweede gast aankomt. Hij is een Pool. Blijkbaar zijn dit Poolse tradities. Als onze beide gasten kennis hebben gemaakt, gaan ze eten. Eén voor Ludo, één voor Dimitri. Smakelijk. Ludo doet dat natuurlijk op zijn aparte manier. Ieder ruisje heeft zijn kruisje, niet waar? Hier zie een appel en een ei. Dan is het tijd voor het hoofdgerecht. En ja, voor een appel en een ei kregen zij het. Maar Ludo wist natuurlijk weer af van zijn tradities. Wacht, merk in beeld. Kruiden, à la Ludo. Genoeg gegeten. Ja? Appel en die ei. Wil je het anders mee pakken naar huis? Naar Rusland. Goed. Oké, en ik kan Jan. Tijdens het inpakken van het eten voor de Rus, liet Michiel zijn inpakkunsten even aan ons zien. Zo konden wij hem weer belachelijk maken. Oh, bijna vergeten. Kruiden, hè? Dat ziet er smakelijk uit. Al denk ik dat ze daar in Rusland niet meer kunnen lachen. Hij is kapot, denk ik. Chips op Michiels wijze. Dan is het tijd voor het dessert. Halig het smaken, hè. En de Russen hebben graag heel pikant eten, denk ik. Dus... Ludo mocht alvast even in het huis rondkijken. Wat valt daar te bespeuren? Voor alles is er bescherming, niet waar? Oeps, ja, onze film is op. Wat de Rus gaat doen, dat ziet u volgende week. Misschien na de reclame, of misschien in deel 2. Ja, dat was het weer voor deze week.
Dat is op haar gegooid. Ja. Dat was de laatste restjes van de afplakband. Zijn er af. De grond hangt vol verder toe. Goed afgeplakt. Verdomme, die grond ben ik vergeten af te plakken. Zwat, Michiel moet nog iets zeggen over binnenkort. Ons jubileum of zoiets. In onze 10e vlog. Ja. Ja. Die komt eraan. Vol weetjes en zo. En als jullie vragen hebben, kunnen jullie het opsturen als e-mailadres. Ja, we gaan in onze 10e vlog, eigenlijk kort onbeschreven nu, gaan we iets doen over tot nu toe. Hoe is het tot nu toe met die envlogs gesteld? Goed, denk ik. Maar ook allemaal weetjes en zo, hè. Ja. Maar het gaat erom dat we jullie nodig hebben voor hoe komen jullie bijvoorbeeld aan de bal? Hoe komen jullie aan de spot? Waarom doen jullie altijd zo dom? Waarom kijken jullie in de lens en doen jullie al dat de lens er niet is? Die vraag, waarom is het hier nu geschilderd? Waarom kijken jullie naar ons? Dat is ook een goede vraag. Die mocht je stellen op jmvlogs.contact@gmail.com. Dat staat hierboven en zoals ik in de vorige vlog zei, dat gaat weg over 10 seconden. Stop. Oei, daar heb je ook nog. Dan doe ik een afplakband aan die letters. Dit is dus het einde van onze vlog. Dag. Is het weer vandaag? Momento, het is weer niet vandaag, hè? Mijn gestolen humor.